De man aan de lijn, we zagen hem net al even, die zien we zo meteen in beeld, Lieve Westra. Ja. Die zit in Parijs-Nice. Kijk, daar zien we hem. Goedenavond, Lieve. Goedenavond. Ja, een opmerkelijke start voor jou, Parijs-Nice. Het volgende onderdeel waar we over gaan spreken. Laten we nog heel eventjes teruggaan om te beginnen naar die tijdrit van jou. Want dat verliep niet helemaal volgens rolletjes in het begin. Nee. Ja, op zich de tijd was oké, maar ja, nee, ik rij al jaren op dezezelfde fiets. En ja, voor de start moest die even versteld worden, dus ja, dat is niet 100% natuurlijk. Ja. Maar ja, je moet er met gewoon gefocust blijven en ja, ik denk dat ik het hoogst haalbare er heb uitgehaald. Ondervind je daar dan veel last van op zo'n korte afstand, Lieuwe? Ja, toch wel. Je ziet ook, ik heb het teruggezien op tv en je ziet me heel vaak ja, toch verschuiven op het zadel. Dus je praat over 2-3 mm, maar dat is best veel op een tijdritfiets. Ja, en de stress ook natuurlijk voor die tijd. Inderdaad, ja, daar moet je dus niet over nadenken, maar dat zeg ik, ja, de benen waren gewoon goed en ik heb me niet, ja, in ieder geval niet te veel druk gemaakt. Ja, je valt af en toe weg. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, de rit van vandaag, je hebt hem wellicht teruggekeken. Hoe wordt er gesproken nu over dat manoeuvre van Bouhanni? Het is een sprint en ik heb het zelf natuurlijk niet meegemaakt, maar op beelden teruggezien, ja, hij wijkt gewoon een beetje op een gegeven moment toch vast een lijn af. En, ja, het is een wonder dat ze niet vallen, dat is een ding wat zeker is, want Matthews zijn wiel zat wel redelijk onder de dranghekken, zeg maar. Ja. Hey, en die Bouhanni, hè, hoe ligt zo'n gozer in het peloton? Van buitenaf vaak gesproken dat het een beetje een jongens die niet zo lekker ligt. Maar ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, hij ligt gewoon goed in het peloton, denk ik, bij iedereen. Ja, ik heb ook wel met hem gepraat en alles. Dus, daar is helemaal niks mis mee. Dus hij ligt volgens mij heel goed in het peloton. Maar ja, een sprinter is een sprinter natuurlijk. En ja, dit gebeurt dan vandaag. Maar ik denk dat elke sprinter die gek wil ik niet zeggen. Maar je moet gewoon een beetje gek wezen om een goede sprint te rijden. En nu gebeurt dit. Maar ja, verder is het gewoon een goede jongen, denk ik. Ja. En voor het eindklassement moet je er ook een beetje gek voor zijn om daar goed te rijden. Dan moet je ook echt, inderdaad, dan moet je ook echt gek wezen. Ik heb vandaag ook echt alle kleuren gezien, zeg maar. Dus dit zijn geen ritten voor mij. Ik ben echt super blij dat we over de streep zijn gekomen en dat het gewoon voor vandaag klaar is, zeg maar. Ja, je zei al vooraf, hè, het was echt een stressdag voor me vandaag. Waar merk je dat aan? Hè? Waarom is dat dan voor jou per se een stressdag? Ik ben geen sprinter en ik haat het gewoon. Ik mag graag met wielrenners rijden, maar zo in finale en elke ex-wielrenner die weet dat, dan is de hele dag is het rustig en de laatste 30, 40 kilometer is het gewoon super, super nerveus en ik had ook een keer geluk, dus dat er gewoon iemand voor me op de grond ligt met 80 aan het uur en op tv zie je dat niet, maar ik ben dan echt elke dag weer blij dat ik over de streep ben. Ja. Hey Michel, hoe kijk je nu naar zo'n renner als Lieuwe? Hij heeft jarenlang bij jou in de ploeg gezeten. Ja, trots. Hij had toch heel veel bereikt en gaat misschien nog veel bereiken. Dus hij is twee keer kampioen van heel tijdrijden geworden, waar ik heel erg van genoten heb. Dus ik ben wel trots op Lieuwe. Ja. Hey, Lieuwe, hoe ziet nu
Oh ja, je ziet hem lachen. Hey, hoe ziet nu jouw plan eruit richting zondag? Richting dat die laatste dag Parijs-Nice gaat nog een dag over de Mol van toe. Is dat de rit voor jou? Of wacht jij tot die zaterdag? Ja, ik, morgen is voor mij gewoon een eerste test, denk ik. 2 keer 3 kilometer bergop, finish bergop. Dus morgen weten we wel meer. En ja, voor de rest is het denk ik wachten tot het weekend. Dat ik vlak bij mijn huis ben en daar ken ik de wegen. En dan gaan we zien wat er echt in vat zit. En hoe de conditie is. Maar ik denk dat alles wel oké is. Ja, Nick, er is nog een kijkersvraag. Ja, op onze website is er een kijkersvraag van Henk van Ingrid. En die vraag die heeft. Je hebt wel eens van die topdagen waarin je echt heel erg in beeld rijdt. Bijvoorbeeld de Tour-etappe van vorig jaar. Zijn dat soort dagen? Zijn dat een verrassing voor je? Of lukt het om naar zo'n vorm toe te werken? Wordt je iets wat je morgen ook verwacht te doen om zo top te zijn? Nee, maar ik focus me er gewoon wel op. En ik heb nu twee etappes gewoon met te veel kleding aangereden. Dus ging ik er ook echt vanuit dat het gewoon een massasprint wordt. Morgen weet ik dat dat het een eerste test is. En dan sta ik toch anders aan de start. Dus dan gaat er toch wat meer kleding uit. En dan weet ik dat het, dat het gewoon wat belangrijker wordt. En dag en na, Mont Ventoux weet ik niet. Het hangt er gewoon van koersverloop af, denk ik. Maar dan het weekend dan zit er nog één massasprint tussen normaal. En dan weekend is bij me thuis, dus daar zal alles in zijn plooi vallen, denk ik. Ja, Leeuw, ik las ook dat je gezegd hebt dat je eigenlijk misschien al nog nooit zo goed bent geweest als nu. Waaraan merk je dat en wat kan jou dat brengen de komende dagen? Ja, waarom merk je dat? Ik weet gewoon dat ik er super veel heb voor gedaan nu deze winter. En veel getraind. Ik merk het aan mijn gewicht. Ik ben weer zoals 2012. Daar zit ik heel dicht tegenaan. En nu moet het er gewoon uitkomen bergop. Het is nog een verrassing. Ik zie fietsen is fietsen. Het is niet zo van ik druk op een knop en ik rij erheen. Maar alle voortekenen die zijn gewoon goed. En daar moet ik het gewoon mee doen. En ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat het nu gewoon goed is. Goed, nou de internetverbinding vanuit Frankrijk heeft het gehouden, gelukkig. Dank voor je tijd en succes de komende dagen. Yo, oké, okay, fijne avond. Hetzelfde. Okay, succes, man. Yo, dank u. Blijf jij al die renners die je hebt gecoacht, en met name dan van dit kaliber, blijf je dan toch de mensen schuin ook volgen? Ja, tuurlijk. Kijk, je bouwt wel, zeker zoals wij bij Vakantselij zijn begonnen, dan bouw je wel iets op natuurlijk. Ik was van amateurploegleider, werd ik profploegleider. Die jongens kwamen over van amateurs naar de profs. En dan groeien samen, hun fietsen natuurlijk, ik zit er maar een beetje achteraan te rijden. Maar dan groeien samen wel naar een niveau en dan ontstaat wel een vriendschap die je niet gauw meer kwijtraakt. Nee. Heb je ook dan nog contact af en toe? Ja, zeker. En hij traint, van de winter heb je hem veel met mijn zoon getraind in Spanje. En je doet even appen met elkaar als het goed gegaan is, vooral als het slecht gegaan is. En dat zijn leuke dingen. Wat verwacht jij van hem deze week? Ja, ik verwacht er heel veel van hem, maar zoals hij al zegt, heb er heel veel voor gedaan. En dan kun je ook zijn volgen als je hem op zijn Facebook ziet. Ik zag van de week een foto met handschoentjes. Nou, het leek wel of hij op de Canarische eilanden geweest was. Wie staat naast hem? Laatst dacht ik, maar ik weet het niet helemaal. Oh. Nee. Nee, maar 2012, dat is het jaar waarin die tweede werd notabene in Parijs-Nice achter Wiggins. Nou, dat weet hij wel. Toen was er heel veel twijfel over zijn conditie. Toen reed hij voorop in Omloop het Nieuwsblad met een Belg die hem steeds afreed bergop. Waar hij zich eigenlijk aan irriteerde. En eigenlijk steeds die Belg liet rijden. Maar ik wist gewoon wat hij ervoor gedaan had. En dat hij gewoon heel goed was. En ik heb hem toen wel verdedigd. En een week later kreeg ik mijn gelijk. En het was nog steeds een van de mooiste evenementen die hij won, denk ik.
die rit. Ik weet niet of het op maanden was dat toch, die aankomst? Ja, op maanden, ja. En die klim legt mij schijnbaar, want in de Tour de France wonnen wij dit jaar met Cummins. Met Cummins, ja.